Dus als ik er toevallig tegenaan loop, dan gebeurt dit. En als ik er niet tegenaan loop, ja, dan loop ik er niet tegenaan. Wow, auw, dat moet pijn doen. Dat moet pijn doen. En dan heb je rechts dan die hit combo. Maar je hebt ook weer nog een nummertje eronder staan. Ik weet niet of dat is hoeveel punten ik er dan voor krijg. Ja, dat is hoeveel punten ik er voor krijg. Ik vroeg me de hele tijd al af van waar staat het voor? Ik wist het niet. Nou weet ik het. Oeh, ga je beeld grijs, dan betekent dat je waarschijnlijk heel snel doodgaat. Niet zo nice. Kan ik geen help terugkrijgen ofzo? Oh, give help. Oh my god, ze doen zoveel damage. Bam! Yes, bitch. Die. Oh, dat was held. I just picked up some held. Nice. Nee, dat is wel echt... Mijn bending is wel echt ziek lang weg. Die ouwe is wel creepy. Oh, weer meer. God, dit is een hoop. Oh my god, please. Boom! Hello. Yes! Kill him! Kill him. De combat is wel echt tof trouwens. De combo's werken lekker. Ik heb nog niet echt combo's op dit moment. Hey, kistje. Poef. Oh. Kistje betekent weer meer enemies. Oké, great! Lol. Dat springen is zo grappig. Ja! Die! Lol! Die mensen vliegen echt zo ver weg. Het is echt ziek. Echt ziek. Oh. Gingen die nou daarin? Volgens mij wel. Ik ga hem gewoon volgen. Ik weet wie me uit deze maze kan halen. Naga! Naga! Yes, Naga is mijn trouwe viervoeter. Hier ga ik bijna dood. Als je geluk hebt, dan schakel je met zo'n power attack ook echt gewoon 3 enemies in één keer. Dat is echt super ziek. Yes, held. Oh, en ik ben weer bijna voor het. Oh. Ze springt dan ook echt zo in de lucht. Zo van, ik ga aanvallen! Ik kan niet bellen. Jammer joh. Nee, dat wordt geen toffe aanval. Oeh, god. Oeh. Ja. Wat? Die finishers zijn zo ziek. Oh, die finishers. Finishers zijn echt super episch. Naga? Zit hier Naga? Oh, dat... Dat is trouwens vet aan Korra, dat vind ik echt super tof. Het is echt super. Het industriële zit er echt wel gewoon in. Zeg maar. De normale avatar was echt zo van. Nee. Wat is technologie? Wat is dat? Kun je daar niks mee? Kun je dat eten? En hier is het echt zo van: oh my god, motors en elektriciteit. En, ik weet niet of ze tv hebben, volgens mij hebben ze ook gewoon tv en zo. Sowieso radio en echt super zieke shit. En bij Ang was het ook echt zo van. Primitief en zo, er ging ook communicatie via brieven volgens mij. En moeilijke dingen. En, oh, dit is echt veel beter. Ik vind het sfeertje van Korra wel echt super. Ze zijn nu met het laatste seizoen bezig, boek 4. En tot nu toe, ze zijn nu op 3 afleveringen en ik heb ze tot nu toe alle 3 gekeken. En ze zijn echt zo leuk. Het boek 3 was echt heel erg tof. Het boek 3 van Korra vond ik echt heel erg sterk. Boek 2 iets minder op zich. Het was wel tof het spirit gebeuren. En dat zie je ook wel weer terug. Want er zitten hier vines en zo door de weg heen. Die zag je net al, allemaal van die bottles. Dat komt allemaal door het spirit gebeuren. En daarmee heb ik net ook iets te vechten met die evil spirits. Holy shit, dat zijn er veel. Er zijn te veel. Naga, waar ben je? Naga, waar ben je?
god, jezus, ik kan niet eens counten. Oké, kut zien. Cheap blockers, fuck you. Cheap blockers, OP. Lol. Naga. Naga. Naga, I love Naga. Naga is mijn meest trouwe viervoeter. Oh god. Waar gaan we heen? Oh, mag ik rennen? Oh my god. Oh my god, dit is fucking Temple Runner en zo. En Subway Surfers en dat soort shit. Dit is echt zo super lame. Dit is wel cheap. Wel tof, maar wel cheap. En dan moet je hier zo. Ja, oké, okay, nee, dit is tof, maar cheap. Dit had leuker kunnen zijn, zeg maar. Ja, dit is wel echt heel erg cheap. Heel erg cheap. Duk! Duk! Dak, Naga. Nieuw. Nieuw. Oeh, roze. Spring! Naga kan zelf springen. Naga is zo awesome. Ik weet niet, volgens mij is dat net een beetje als met Appa. Die krijg je gewoon op een gegeven moment en daar raak je aan gehecht. En ja, dan heb je een huisdier, zeg maar, waar je op kan rijden. Oh my god, wat was echt wat gebeurde daar? Time to get serious. I failed, ik fuckte daar op. In ieder geval, volgens mij is dit net zo'n beest als dat je bij Aang zou krijgen. In plaats van een Appa, krijg je geen Appa. Krijg je geen jip jip. Jip jip. Jip jip. Maar een Naga. Oh. Daar had ik niet moeten springen. Daar had ik niet moeten springen. Nee. Oké, we gaan het nu in één keer goed doen. Focus, Joen. Focus. Focus. Yes. Jip jip. Oké. Auto. Geen auto raken. Yes. Ho. Yep. Woe. Ik speel het trouwens met controller en dat speelt echt zo goed, joh. Hoppatee. Oh, yeah. Oh, yeah. Oké, we hebben weer een checkpoint. So, that's great. Lol, dit gaat zo snel. En ik nail het wel gewoon. Oh, ik had daar ook naar links gekund. Volgens mij. Wow. Het einde is in zicht. Yes. Fuck yeah. Mission accomplished. Golden medal. Fuck yeah. Because. I nailed it. I nailed it. Yes. Spirit Energy Chapter Result. Ik heb wat coole items gevonden. Geen idee wat dit betekent. Ja, je kan de Naga Running Practice doen. Oh, shop. Shop, hey, ik kan dingen kopen. Nee, oh, cancel. Ik wil niks kopen. Dit zijn volgens mij. Die talismannen zijn ook gewoon niet. Dit zijn items die je gewoon eenmalig kan gebruiken, maar ik wil gewoon permanent items. Nou. Ik heb in ieder geval nog niet genoeg. Korra's Room. Oeh. Oh, je combo's. XXXXI. Ja, je moet zoveel combos gaan onthouden. En je hebt kostuums. Dat is wel echt awesome. Dus die kostuums hebben. En ik kan nu de Naga Running Practice doen. Oh yeah, chill. Ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken naar deze Korra aflevering. Ik vind het echt super tof. Ik hoop dat jullie het net zo tof vinden als mij. Want ik hou van Korra. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe Korra aflevering. Tjalas.